Daar ben ik weer. Ditmaal weet ik het 100% zeker. Dit is de laatste keer van 2019 dat ik een filmpje voor jullie drop. Nou, ik ga ervan uit. Je weet het niet. Maar dit is in principe wel de laatste schoen waar ik echt moeite voor wil doen in 2019. Eigenlijk weet je het al. De doos 700. Dat zegt al genoeg. Hier is je 700 FW4890 Ziel 43. 1 derde. Dus jullie weten het al. Jullie weten het al. Jullie weten het al wat het is. Jullie weten het al. Op de valreep van 2019 heb ik het voor elkaar gekregen om alsnog deze te kunnen bestellen. Yeezy Azul 700. Een nieuwe versie. V-version V3. V3. We hebben natuurlijk de V1 gehad. Die begon met de Waveran. En daar natuurlijk hebben we bijna ongeveer een jaar geleden de V2 gehad. Die begon met de Static. De V1's hebben we in verschillende kleuren gehad. We hebben de Waverans gehad. We hebben de Inertia's gehad. Wat hebben we? We hebben Carbon Blue hebben we pas gehad. We hebben de Teal gehad, welke hebben we nog meer gehad, joh? We hebben verschillende gehad, dan hebben we de V2 gehad, we hebben de V2 Static gehad, we hebben de V2 Fanta gehad, die ik zeker mooi vond. All Black vond ik zeker mooi, van V1 hadden we ook nog Utility Black, ook All Black, met de Gamsel. V2 hebben we ook de Inertia's gehad, jammer genoeg hebben we geen Waveran en V2 colorway gezien. We hebben nog een paar versies van de V2 gehad, maar nu hebben we dan de Yeezy 700 V3 Azul. Groot verschil met de V1 en de V2 versie is natuurlijk de prijsverlaging. De prijs is verlaagd van €300 naar €200. Dat is gewoon 1/3. Ja, ze zeggen dat het komt door de boost die niet meer in deze Yeezy zit verwerkt. Ja, dus dat is eigenlijk iets wat je gewoon echt moet voelen als je ermee loopt. Maar ja, dit moet ook een glow in the dark schoen zijn. Wat ik heb het nog, kan het niet uit ervaring vertellen, maar waar het op lijkt is dat deze zool dezelfde zool is als de Alien 380. Die had ik ook bijna kunnen kopen, het was me alleen helaas niet gelukt. Die zou ik via Amerika dan kopen, maar helaas is het me niet gelukt. Dus ik kan die vergelijking niet maken alleen van wat ik op foto's heb gezien. De sol lijkt op de van de Alien. Dit is gewoon de sol. Dit voelt als een soort van als een gaas. Het is ook doorlaten, want ik zie mijn vingers er doorheen. En het voelt ook alsof hier geen stof achter zit. En dat klopt. Dus dit is een doorlatende gaas, waardoor de schoen blijkbaar dus ademt. Dit is gewoon van een wit, van een ja, gewoon stof, katoenstof gemaakt. En dit is hier wat voor de glow in the dark. Zorg. En natuurlijk hebben we de tong. De veten zijn eigenlijk geleed vanuit de binnenkant, volgens mij. Ja, natuurlijk, je kan ze eruit halen, maar ik denk dat ze weer er moeilijk in gaat krijgen. De tong is een beetje hetzelfde als de tong die ik recentelijk heb gevoeld op de Yeezy 500 Slate. En ik weet het niet zeker, maar denk ook op de Yeezy 500 Stones, die heb ik niet gehad. Nu ik het over de Stones heb, denk dat de colorway wel een beetje op de bepaalde accenten van de stone heeft, maar de tong is nu ook veel dikker dan bij andere Yeezys. In ieder geval, ja, het voelt gewoon dikker en het is niet echt beweegbaar. Het zit gewoon, het is gewoon meer een schoen. Ja, je schuift je voet erin en ik denk dat deze schoen ook prima door het leven had gekund zonder VTS. Dat is als het goed is ook iets wat kan je best wel doen, een schoen hebben zonder VTS. Onderkant natuurlijk ook anders. Onderkant. Normaal bij de Yeezy 700 zag je natuurlijk hier de boost zitten. Nou, de boost is vervangen door ander materiaal, daardoor is het nu ook €100 goedkoper. Ik wist ook niet dat de boost zo duur was. Je had natuurlijk boost zitten in Yeezy's, maar je had ze natuurlijk ook in andere Adidas schoenen zitten. Zoals de Adidas Ultra Boost en ook, ja, die heb ik zelf persoonlijk nooit gehad. Maar wat ik daarvan heb gehoord is dat ze gewoon echt heel lekker liepen. Maar
Ik ben gewoon blij dat ik deze alsnog heb kunnen kopen. Jullie hebben het al gezien. Ik heb ze gekocht van de Adidas website. Ik heb 1 maat kunnen kopen. Ik zat gewoon klaar met mijn telefoon en mijn iPad. Met 2 devices zat ik klaar. En het is me gelukt. Hoe, weet ik ook niet. Sterker nog, ik was er bijna zelfs een tweede. Ik was er ook de tweede keer doorheen. Ik ben er 100 keer doorheen geweest eigenlijk. Maar ja, de tweede keer dat ik er doorheen kwam, waren er nog heel veel maten zichtbaar om te selecteren. Maar elke keer als ik een maat selecteerde, kon ik niet betalen. En toen op een gegeven moment drukte ik refresh en was alles uitverkocht. En toen, nadat het was uitverkocht, kwam ik er nog steeds 100 keer doorheen. En toen bleven er af en toe een paar maten terugkomen. Maar als het dat eenmaal gebeurt, is het gewoon onmogelijk om een schoen te kopen. Want volgens mij, dat is mijn eigen invulling, komt er dan 1 schoen actief. Nou, je bent nog samen met duizenden andere mensen of andere bots voor die ene schoen aan het concurreren, waardoor het dat gewoon onmogelijk maakt. Dus helaas heb ik maar 1 paar. En ik weet nog niet als het een personal wordt. Ik ga ze zo meteen aantrekken. Heb ik ze aanbied, dan ga ik een besluit nemen wat ik ermee ga doen. Maar in eerste instantie wou ik ze wel gewoon kopen om, als een personal. Dus ik ben gewoon super blij mee dat ik ze heb kunnen kopen. Yeezy 743, eerste colorway, ziel. Ja, lekker man. Dat filmpje, ik weet niet als jullie hebben gezien of als jullie het nog kunnen herinneren. Dat filmpje dat Kanye West dit model aan DJ Khaled gaf op een airport. Toen zag ik ze echt voor het eerst gewoon aanvliegen bij Kanye in bewegend beeld. En dacht ik, ze zijn wel echt dope. Gewoon met de juiste stijl qua kleding zijn het echt hele dope sneakers om te kopen. Dus ik ben er gewoon super blij mee dat ik ze heb kunnen kopen. Ik hoop ook dat jullie dit filmpje leuk vonden. Ik denk nu toch echt dat dit het laatste filmpje van 2019 is. Ik hoop dat 2020 een goed jaar voor jullie mogen worden. Ik hoop ook dat 2020 een goed jaar voor mij wordt. Dat ik nog meer sneakers kan kopen. Nog meer video's kan maken. Nog meer reviews kan doen. Nog meer video's op mijn Instagram kan plaatsen. Nog meer sneakerbeurtjes mag bezoeken. Was super leuk om dit jaar naar sneakers te gaan. Ik hoop ook dat ik dit jaar gewoon ook naar de sneakerbeurs in Amsterdam. Voor mij heb je er ook in Amsterdam en ook in Tilburg en natuurlijk in Rotterdam. Dus dan heb ik 3 Nederlandse sneakerbeurs. Misschien dat ik ook nog naar een Belgische ga. Maar het was gewoon super leuk om naar de sneakerbeurs te gaan. Super leuk om heel veel sneakers te kunnen kopen. Super leuk om heel veel reviews te kunnen maken. En ik denk toch echt, er is nog 1 kleine mogelijkheid dat ik sneakers koop dit jaar. Dat zijn de Nike SB Ray-Guns. Die komen uit in het zwart en die komen uit in het wit. Er is nog een kleine mogelijkheid dat ik die koop. Die komen als het goed is de 27e of 28e uit. Ik weet het niet zeker. Nou, mocht ik in staat zijn om die te kunnen kopen, dan is het nog maar alsnog de vraag van, krijg ik ze nog voor eind 2019 of krijg ik ze in het nieuwe jaar? Dus ik weet het niet. Heel misschien is er een mogelijkheid. Maar ik ga er eigenlijk niet vanuit. Ik doe ook niet heel veel moeite. Ik ben gewoon super blij met al de schoenen die ik eigenlijk in de maand december en november heb kunnen kopen. Ik heb Yeezys V3 700 gekocht. Yeezy Reflective gekocht. Yeezro, 2 stuks. Yeezy Yeezro gekocht. Normaal, 2 stuks. Yeezy Chills kunnen kopen. Meerdere paren. De Nike Dunks of White heb ik kunnen kopen. Ik weet niet als het in november was. Ik heb de Travis Scott kunnen kopen. Ik heb de Klots kunnen kopen. Ik heb de Nike Oatmeal kunnen kopen. Ik heb de Adidas Yeezy Soft Vision kunnen kopen. Ik heb de Adidas High 500 High Slate kunnen kopen. Ik heb heel veel schoenen kunnen kopen in de maand november. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heb ik ook de Jordan 1 Chicago to UNC colorway kunnen kopen. Volgens mij was dat in november. Dat weet ik niet meer zeker. Ik heb zoveel schoenen kunnen kopen. Ik ben er zo blij mee. Ja, bedankt. Bedankt Kanye dat je me deze mogelijkheid gaf. Ik weet ook niet als het waar is, maar het gerucht ging natuurlijk. Omdat er 10.000 paar wereldwijd zijn gereleased. Waar ik van uitging dat de meeste paar natuurlijk op Adidas zijn gereleased. Nou, de Adidas release was eigenlijk super snel over. Dus
Ik ben er super blij mee dat ik heb kunnen kopen. Ik heb geruchten gehoord dat er bij Voor Amsterdam in store was een machine waarin de schoenen lagen. Dat er 15 tot 20 stuks max in die machine lagen. Dus dat is niet super veel per winkel. Volgens mij waren er 4 winkels in Nederland die ze hadden. Waarvan Voor Amsterdam, Adidas store zelf en Pata en nog 1 winkel. Nou, als dat klopt, misschien 80 winkel. Ik bedoel, 80 schoenen per winkel. Misschien als jij nog 20 erbij doet voor de Adidas store in Amsterdam. Heb je de 100, nou praat je over 100 sneakers die in store gereleased zijn in Nederland. Heb je natuurlijk ook nog een aantal die op de Adidas website zijn gereleased. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Ik heb ook meegekeken op de Adidas release in Amerika en op Yeezy Supply tegelijkertijd. Nou, die release was gewoon binnen een kwartier, was alles sold out. Dus ik weet het nog niet zeker. Ik denk dat ze super limited zijn. Dus daarom, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ik ga ze zo meteen aantrekken. Dan ga ik bedenken als ik ze ga houden voor een personal of niet. Maar ik denk dat ik ze sowieso eventjes gewoon ga houden en niks mee doe. En dan kijk ik over een maandje 2-3 hoe limited ze zijn. Want hoe meer limited ze zijn, hoe lekker het voelt om ze aan te trekken dan. Hoe beter het voelt. Dus nogmaals, 2019, het was een goed jaar voor me. 2020, laten we zo doorgaan. En like, subscribe, abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. No salt alsjeblieft. Spread the love. I'm out.